Deze blauwe stip is te gek. Het is ons thuis. Het is er mooi. Maar er gebeuren ook rare dingen. Ik noem maar wat. In de Verenigde Staten werd Donald Trump president. So help me God. Die zich van de klimaatcrisis geen aantrekt en de wereldpolitiek doet wankelen. China investeert strategisch in het zuiden van Europa, allo Griekenland, om zo nieuwe handelsroutes op te leggen. Poetin is bezig met een geopolitiek spel en Russische trollfarms beïnvloeden verkiezingen wereldwijd. Maar ook in Hongarije en Polen staan de democratie en rechtsstaat op het spel. Let wel, dat ging geleidelijk, hè? Je weet wel, grondwetten aanpassen, zorgen dat de politiek rechters kan benoemen, de publieke omroep overnemen, zondebokken introduceren en op die manier zorgen dat je mensenrechtenorganisaties standeloos maakt. Voilà! En juist daarom is de Europese Unie onmisbaar. Europa speelt een hoofdrol op het wereldtoneel. En samen staan we juist sterk tegen klimaatontkenners, tegen het populisme, het opkomend fascisme, tegen onderdrukking. In het geval van Hongarije kan de Europese Unie zelfs ingrijpen. Maar daar heeft Arjen Lubach al een video over gemaakt. Chapeau. Ja. Tegelijkertijd betekent dat niet dat wij als Nederland alle touwtjes uit handen geven. Europese regels over de vrije markt mogen natuurlijk niet in de weg zitten bij onze keuze over hoe we onze verzorgingsstaat invullen. Ons onderwijs, onze woningmarkt, onze zorg richten wij zelf in. De vraag is niet of je voor of tegen Europa bent. Het gaat erom wat voor Europa we willen. Een sterk Europa, met landen waar het goed leven is. En een harde aanpak van de klimaatcrisis.